Dit is Ricky Gevers, ofwel Hackman. Hackman weet dat heel veel Nederlanders niet of nauwelijks nadenken over hun digitale veiligheid. En dit is Lieke van Lexmond. Zij denkt dat alles wat ze online doet veilig gebeurt. Maar is dat wel zo? Lieke durft het aan en daagt Hackman uit. Hackman gaat nu aan de slag met Lieke's betaalgegevens. Ik doe best wel veel aan internet shoppen. Ik heb er zeker over nagedacht dat het onveilig kan zijn. Maar het weerhoudt me dan kennelijk toch niet om het te bestellen. De vraag is niet of ik waardevolle informatie ga vinden van haar, maar vooral wanneer. Want ook niet belangrijke accounts geven mij informatie over andere accounts. En die accounts kunnen mij eventueel weer toegang tot betaalgegevens. Het aantal mensen dat slachtoffer wordt van digitale fraude is schrikbarend hoog. Hoog tijd om Nederlanders bewust te maken van het onderwerp digitale veiligheid. Het is wel ontzettend lastig, want je hebt ook zoveel websites waar je continu andere wachtwoorden voor in moet voeren. Ik heb er inmiddels een trucje voor bedacht, waardoor ik die wachtwoorden kan onthouden, maar het gaat nog wel eens mis. Heel veel mensen denken altijd dat ze alleen moeten opletten tijdens het internetbankieren, maar het zijn juist de niet opvallende momenten dat ik in staat ben om waardevolle informatie weg te halen. Terwijl Lieke nietsvermoedend door de winkelstraat loopt, komt Hackman Online steeds dichter bij het achterhalen van haar betaalgegevens. Via een vals wifi-netwerk probeert Hackman gegevens uit Lieke's telefoon te onderscheppen. Ik heb inmiddels toegang tot de telefoon van Lieke en dus ook tot haar sms'jes. En het eerste wat ik ga doen is die sms'jes allemaal downloaden, zodat we die later allemaal kunnen doorzoeken. Kijk, daar heb ik haar e-mailadres en hier kan ik tenminste wat mee. Ik ga haar e-mailadres gelijk eventjes invoeren in allerlei datalekken om te kijken of we aanvullende informatie over dat e-mailadres kunnen vinden. En je ziet eigenlijk al meteen dat haar e-mailadres in heel veel datalekken voorkomt. Het eerste wat ik ga doen is de wachtwoordhashes van haar erbij halen en kijken of ik een van die wachtwoorden kan kraken. En dat lukt eigenlijk meteen. Je ziet dat haar wachtwoord minder dan 6 karakters is, wat dus heel eenvoudig is om te kraken. Met haar wachtwoord ga ik nu proberen in te loggen. Dat lukt niet meteen, maar wat mensen vaak doen is die maken van een 01 en 02, dus die ga ik ook even proberen. En dan ben ik binnen. Nu kan ik doen wat ik wil. De creditcardgegevens van Lieke zijn in handen van Hackman. Hij kan nu voor duizenden euro's bestellingen plaatsen op haar kosten. En dat komt heel goed uit. Ik ben ingelogd op haar account hier en je ziet dat ze haar betaalgegevens heeft opgeslagen. En in dit geval is dat een Visa-card. Dat stelt mij in de gelegenheid om nu gewoon een perfecte reis te bestellen op mijn naam, op kosten van Lieke. Tijd voor de confrontatie. Is Lieke wel zo veilig als ze denkt? Het woord is aan Hackman. Nou, gaan we dan, hè? Hallo Lieke, jij bent met mij de uitdaging aangegaan. Gelukkig is het binnen 15 minuten gelukt om een van jouw online accounts te kraken. Wat het nog mooier maakte, is dat jij je betaalgegevens aan dit account had gekoppeld. Bedankt voor het betalen van mijn reisje naar Vietnam. 3-0 voor Hackman. Wat? Dat meen je niet. Is het gewoon mogelijk? In 15 minuten tijd kan ik gewoon mijn hele betaalgegevens in... Vind ik best wel shocking eigenlijk. Ik dacht, als mensen zoiets willen doen, dan gaan ze dagenlang op iemand zitten en dan dat helemaal uitvogelen. En dan lukt dat misschien een keer, maar als je dit zo snel voor elkaar krijgt, vind ik echt doodeng. En als ik dit dan weer hoor, dan is het een soort van, je wordt een beetje paranoïde van. En dat is eigenlijk heel relaxed, want zo wil je helemaal niet leven. Lieke is geschrokken, maar de vraag is natuurlijk, wat gaat Hackman nog meer doen?